De gemeente Wijchen wil met een sticker afvalcontainers ombouwen naar bakken voor plastic afval. In eerste instantie wilde de gemeente de containers voorzien van andere deksels. Naar schatting zou dit 1,3 miljoen euro kosten. Wethouder Agnes Schaap stelt voor om in plaats van de deksels te vervangen een sticker op de container te plaatsen, zodat deze herkenbaar is voor plastic afval. Door stickers te gebruiken valt het ombouwen van containers veel goedkoper uit. Dit zou tonnen kunnen schelen.